Oké. Als eerste zal Joffrey FIFA-relaties laten zien. Wat uiteindelijk moet eindigen in een basis 1-2. Ja, voornamelijk gaat het om het voetenwerk. Dat voetenwerk en armen uiteindelijk onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. Dus de eerste stap van de 1-2, zoals je ziet wat Joffrey doet, is uitstappen. Goed de heup indraaien, bal van de voet en weer terug. Deze vorm doe je 8 keer links voor, 8 keer rechts voor. Als je ziet, zie je van dat zijn lichaam mooi recht is. Dus er zit geen buiging in zijn bovenlichaam. En je ziet dat daadwerkelijk van dat hij zijn heup heel mooi indraait. Hetzelfde doe je met rechts voor. Zodat we het ook vanaf de andere kant zien van hoe het eruit ziet. Ja. Voorste been is 90 graden. Dus die knie die komt bijna niet over de teen heen. En zoals je ziet, de achter knie wijst naar de grond en hij is op de ballen van zijn voet. Volgende stap. Doe je de armen erbij. Eveneens doe je dit 8 keer herhalen. En zie je van dat het, hoe belangrijk het is van, dat je goed je heup indraait. En het bovenlichaam recht houdt. Voor de eindjakkenvorm zie je ook echt van dat hij zijn ellebogen tegen zijn lichaam aandraait. Dus dat hij niet naar buiten zwaait met zijn ellebogen. Zodat je een of andere kromme stoot krijgt. Dus zoals je ziet, de eerste twee vormen zijn vrij statisch. Nu doen we iets sneller. En je ziet hè, de beweging blijft hetzelfde. Voorste been 90 graden, achterste been kniewijs naar de grond. Draait zijn heup in, bal van de voet. Eindvorm is goed terugtrekken van zijn achterste stoot. Dus je ziet ook. Zijn ellebogen wijzen niet naar buiten, die blijven constant langs zijn lichaam, zodat er geen rare hoek in voorkomt. Vierde stap, wedstrijdvorm. Snel. Als je ziet, de bewegingen blijven precies hetzelfde als de eerste drie stappen. Mooie lange stoot. Het lichaam blijft mooi rechtop. Heup is mooi ingedraaid.